Welkom terug bij Harry de Ferryman. We gaan weer verder met de tractor. We hebben het een en ander al gedaan. Dus hij is in elkaar gebouwd. We lopen er gewoon eens eventjes langs en dan kun je zien wat we allemaal al gedaan hebben. De rolbeugel zit erop, zoals je kunt zien. De lampjes hebben we gemonteerd. De bekabeling zit al in de rolbeugel. Dus er zit er allemaal al in. In die lasdoos kwam het allemaal bij elkaar. De voorkant hebben we al aangesloten. Hoeven we niks meer aan te doen. Aanhangwagen stekker zit er. Die hebben we zo'n beetje schuin geplaatst. Hebben we geen last van de hevenrichting. De hevenrichting zit er weer op. Nu trekken we hem niet meer krom, omdat die plaatjes erbij zitten. Hij trok hem altijd krom. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Het is een bende hier binnen. En op de tractor ook. Overhanggereedschap. Normaal werk ik alleen, dan probeer ik het altijd een beetje opgeruimd te houden. Ja, nou zijn we met tweeën bezig geweest en het is echt een puinhoop. Hier zitten dan de breedte lichtjes op. Hier zitten de schakelaartjes voor de zwaarlamp en de werklampjes. De richtingaanwijzers van de spouwbordjes zijn hier naartoe gegaan. Die hebben we nodig, omdat anders het knipperalarm niet werkt. Hier zitten nog een paar lampjes bij. Allemaal, het wordt een mooie kerstboom. En nu gaan we eens kijken of we het aangesloten krijgen. Het ziet er heel vreed uit, maar als je er eenmaal aan begint, dan valt het allemaal best mee. Zo heel gek veel is het niet. We gaan er gewoon eens aan beginnen. Het is eigenlijk een saai gedeelte. Een beetje kabeltje aan elkaar knopen. Ik ga het ook niet allemaal filmen, want dat heeft geen enkel zin. Maar een kort stukje wou ik je toch niet onthouden. Ik hoop niet dat mijn leraar het ziet van school. Dat ik mijn kniptang alles aanstrip. Dat mocht toen niet. Je moet heel goed opletten dat je de adertjes niet beschadigt. Dat gebeurt verschrikkelijk vlug. Dus ik doe de. Ja, ik ben eigenlijk elektromonteur, dus ik heb de jaren gedaan. Ik heb er ook een tekeningetje van. Ik gebruik altijd standaard kleuren. Net als in een aanhangwagen, zeg maar. Die kleuren zijn standaard of gestandardiseerd. En die gebruik ik nog steeds. Dat is gewoon makkelijk. Er zitten ook een paar kabeltjes bij die genummerd zijn. 1, 2. Maar het zijn maar tweeaderige kabeltjes. Komen van vooraf voor de richtingaanwijzertjes. Nou ja, 1 was links, 2 was rechts. Die had ik niet in kleur. Anders had ik het liefst geel en groen gehad. Maar ja, dat is niet anders. Dus maar veel meer als dit heb ik er niet van gefilmd. Want ja, je kunt het niet mooi in beeld brengen. Tenminste, ik niet. Er zullen er best zijn die er nog iets interessants van kunnen maken, maar ik niet. Je kunt me nog zien dansen. Even muziek op, oortjes in. Die heb ik meestal in. Voor YouTube mag er geen commerciële muziek te horen zijn. Want daar heb ik de rechten niet van. Dus daarom doe ik altijd maar oortjes in. Om te voorkomen dat ik een claim aan mijn broek krijg. Ik heb hem zo ver bedraad. Die kan niet gestart worden en kan ik hem gaan testen. Als hij start. Ik ben te haastig meestal met voorgloeien. Bij deze werkt het weer anders dan bij het tractje wat we zelf hebben. Er zit gewoon een lampje op voor voorgloeien. En bij deze zit er een of ander raar gloeispiraaltje. Maar daar zag ik eigenlijk niks in gebeuren. En misschien dat ik het wel verkeerd deed. Nou, het is makkelijk om te zien of de remlichten werken en een beetje achterover hangen, kun je het zien. Ik rijd dadelijk eerst naar buiten toe. Dan ga ik de aanhangwagen stekker ga ik testen. Buiten staan de karretjes, dus even een stekkertje erin kijken of het allemaal werkt. Binnen gaan we eventjes alles proberen of het een beetje is zoals ik gedacht had. Ja, alles werkte gelukkig in één keer. En nu kom ik terug van buiten. Goedgekeurd was hij. Het is een geinig ding. Vier wielen hangen er even tractortje. Ik weet bij God niet hoe oud dat hij is. Hij is van Atje. Hij gebruikt hem hoofdzakelijk om te maaien en de wijsleper achter. Hij heeft een behoorlijk stukje grond achter het huis. En dan gebruik je hem voor en als hij bij hem de weg oprijdt. En hij woont langs een onverharde weg. Ongelooflijk. In Nederland nog midden in niks. Maar hij wou er toch graag verlichting op hebben.
Want het is er wel heel donker waar je woont. Hij zit in de bossen. En daar is het echt donker. Nou, alles nog eens een keer goed bekijken. Die werklampjes die gaven verrassend veel licht. Het zijn echt hele compacte kleine dingetjes. Maar die gaven meer licht dan ik dacht. Ja, die LED-achterlichtjes van de aanhangwagen, die hebben we bij Broodjes gehaald. Dat is een leverancier van ons. Ik haal er hoofdzakelijk filters. Filters voor de veerponten en veesnaren en zo. Maar die soort dingen hebben ze ook voor aanhangwagens. Ze doen heel veel in tractors en in vrachtwagens in het grondverzet. Zijn ze volgens mij gespecialiseerd bij Brozes. Nou, flitslampje bovenop. Het werkt allemaal. Het zit allemaal naar wens. Een simpel klusje is het geweest. We zijn er wel 2 dagen mee bezig geweest. Moet ik eerlijk toegeven. Dus het blijft toch een hoop gepielen om alles goed passen te krijgen. En alle kabeltjes eruit, nieuwe kabeltjes erin. Leuk ding geworden. Ik hoop dat hij er blij mee is. En als hij er niet blij mee is, ja, dan heeft hij pech. Hier eventjes, het was niet echt donker, maar gewoon even proberen. Kun je zien wat die werklampjes voor licht geven. Dit is de achterkant. Het is buitengewoon. Nou, hij is klaar. Adje kan hem opkomen halen. Ik hoop dat het naar zijn zin is. Hij heeft zelf bepaald waar alle lampen komen. Ik had de achterlicht had ik niet zo hoog gezet, maar dat is mijn persoonlijke mening. Van het bedraden ja, is niet zo heel veel van te zeggen. Het is vrij simpel. Het is verlichting aansluiten. Je moet wel een schakelaartje voor de rem. Die zit op die tractortjes niet op. Dat is het lastigste ding, vind ik altijd. Om die ergens fatsoenlijk neer te zetten. Nou, dat is bij mijn tractor gelukt. Dus bij deze is dat gelukkig ook gelukt. Ja, de richtingaanwijzers voorop. Die buitenste die er tegenaan geschroefd zitten, dat zijn de originele. Die moeten erop blijven zitten. Hier zit een klingenteur op die gewoon gloeilampjes nodig heeft. Die het op ledjes niet doet. Nou, zag er heel vreed uit, die bosdraad. Maar zo valt het best mee. Aanhangwagenstekker. Je zit daar, we hebben gekeken wat je het beste kon zitten. Zo zit je uit de weg. De hefrichting kan vrij bewegen zonder dat je hem raakt. Dus dat is een goede plek. Die oogje, komt een ijzeren beugeltje in om de topstang op te hangen. Als je er geen machine achter hebt, kun je de topstang laten zitten. Nou, die lampjes die geven verrassend veel licht. Met 3 ledjes erin. Die achterlichtjes die kennen we. Dat zijn de achterlichten van de aanhangwagentjes. En de zwaailamp is ook een ledlampje. Is goedkoper als een draailicht van Hella. Is wel lachen, hij geeft best veel licht. Hier hebben we schakelaartjes neergezet. Voor de zwaailampje en de werklampjes voor en achter. Dit kastje had je niet meer in gebruik. Dat was voor de nivellering van als je er een egg achter hebt zitten. Dat gebruikte hij niet. Dus zijn we er dit maar van gemaakt. De bekabeling die daar we niks aan hebben eraf gegooid. Ik vind het altijd... Net of ik nog een bril op heb. Ik vind het altijd wel leuke dingen om te doen. Zo moest je tractortje even wat klungelen. Hij wou er geen geknotte driehoek op hebben. Dat is in Nederland in principe wel verplicht als je er de weg mee op gaat. Moet je hem ook verzekerd hebben. Anders mag dat nog niet. Ik werk met die van mij altijd langs de openbare weg. Dus ja, daar moet hij op. Meer is er niet van te vertellen, hè. Heb je nog vragen over dit filmpje? Stel ze hieronder. Vind je een filmpje leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je je eigen abonneren. Iedere keer als ik dat upload en je klikt het belletje aan, word je op de hoogte gehouden. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we hier in Brabant zeggen. Houdoe!